Vandaag ben ik, het is wel een zon. Vandaag ben ik voor de eerste keer met de nieuwe velgen gaan werken. Dus ik heb mijn rit naar Gent is 2 keer 50 kilometer, is 100 kilometer in totaal. Ermee gereden, dus de nieuwe banden, je kunt al niet meer zien dat ze nieuw zijn. Dat zijn de nieuwe banden. De haartjes staan erop, je kunt het wel nog zien. En ze hebben het eigenlijk heel goed gedaan. De wielen nu zijn standaard BMW wielen. Ik had ook niet echt iets anders verwacht. Ze zeggen dat als je wisselt, dus dat deze wielen lichter zijn dan de spaakvelgen waar ik al jaren mee rijd, al 65.000 kilometer mee rijd. Ik heb heel veel verschil gevoeld tussen deze wielen en de andere wielen. Maar dat komt volgens mij niet doordat dit lichtere wielen zijn. Dat is gewoon omdat mijn banden terug rond zijn, omdat ik nieuwe banden heb. Mijn achterwiel in de garage kon ik mijn achterwiel gewoon los op de grond rechtop zetten en bleef staan. Zo vlak was het afgesleten. Dus eigenlijk, ik zou eigenlijk om moeten zijn, zou ik mijn banden vaker moeten vervangen hoor. Maar ja, dat kost geld. En voor plezierritten is het echt wel leuk om goede banden te hebben. Voor woon-werk is dat minder relevant. Dan pakt het toch ook niet de bochtigste wegen. Mijn pomp dat ik anders gebruik past hier wel niet op. Maar ik ga in deze video ook de verschillende kosten een keer overlopen. Ja, het handige is trouwens ook dan die bouten hetzelfde zijn. Ik zal ook een video maken waarin ik laat zien hoe dat je kunt heel, of hoe snel dat gaat om die wielen te vervangen gewoon. Dus het zijn echt die bouten, de uitlaat en van voren met de as. Alles ontkoppelen en terug vastzetten. Ja, over vastzetten gesproken. Ik was vertrokken vanmorgen en ik was in het dorp 3 kilometer verder. En begon plots te twijfelen of ik mijn achterwiel wel had vast. Allee, op het moment dat vast, dus ik had het de hand vastgezet, dat zeker. Maar ik wist niet meer of ik het ook op het moment had vastgezet. En dat is 60 newtonmeter voor dat achterwiel. Ik zou niet graag dat dat loskomt. Dus ik ben teruggekeerd en ik heb het alsnog vastgezet. Maar het stond vast. Hè. Maar toch, ja, ik wou eigenlijk toch zeker zijn. Dan, wat ik in deze video nog ga doen, is eigenlijk een overzichtje maken van wat dan die wielen mij nu eigenlijk echt gekost hebben. Want je hebt in de vorige video wel gezien dat ik geld mee heb. Ik denk niet dat je het kon tellen. Maar ik zal dus vertellen wat ik betaald heb en wat dat de dingen kosten die er extra aan hingen. Dus standaard, als je die velgenset koopt, zit er normaal gezien niks op. Als je ze bij BMW koopt, is het denk ik 1000 euro of iets meer zelf per velg. Dus is het ongeveer 2000 euro. Het zal iets meer zijn zelf, denk ik. Het is iets meer dan 2000 euro voor de velgen alleen. Maar als je naar de zoekertjes kijkt online, is het zo eerder rond 1600, 15, 16, 14, tussen de 14 en de 1600 voor de set. Maar dan krijg je er niks bij. Ik ga de getallen niet uitspreken, want ik ken ze niet, ik moest opzoeken, maar ik ga ze er gewoon bij vertellen. Dus wat heb ik hier? Bij dit wiel heb ik extra 1 sensor. En dan heb ik bij de andere wiel ook extra. Dus de prijs van die sensor komt hier. Ik ga dan alles optellen. Ik heb die band extra. Ook van voor heb ik de band extra. Dus de voorste band kost zoveel. De achterste band kost zoveel. Ja, dat ventiel ga ik nu niet rekenen. Die boutjes ga ik ook niet rekenen, want die had ik er niet bij. Dan hier van voor heb ik die band tussen, heb ik al gezegd. Dan 1 zo'n schijfrem kost zoveel. En daar heb ik er 2 van. Dan elk van die boutjes kost zoveel. Daar heb ik er 5 aan elke kant, is 10 in totaal van. Dan de laars in het wiel kost zoveel. De ABS-ring kost zoveel. Boutjes voor de ABS-ring kosten zoveel. De spacer die ertussen zit kost zoveel. En die afdichtingsring kost zoveel, dat is ook maal 2. Die laars waren ook maal 2. En dan hierin zit nog een afstandshouder, een bus. En die bus kost zoveel. Ik heb geen idee aan welk bedrag dat we nu zitten, maar ik ga al die bedragen optellen.
en schaduw zoeken, want het is hier ongelooflijk warm. Dus ik ga al die bedragen optellen en dat geeft mij een bepaald bedrag. Dat zet ik hier ook in de video. Ik heb dit bedrag betaald, dat zet ik ook in de video. Dus als ik die twee van elkaar aftrek, dan heb ik eigenlijk voor die vel nog maar dit bedrag betaald. Nu, die banden had ik sowieso nodig, dus die kan ik er, die ging ik sowieso moeten kopen. Die kan ik er zeker van aftrekken. En dan de ventielen, de sensors die erin zitten had ik sowieso nodig, want de sensors die ik had, die hingen nog, maar ze waren op hun laatste eind. Zo nu en dan verloren ze hun contact. Dat is trouwens ook nog iets dat ik moet melden. Ik heb nog één probleempje nu met de huidige setup, dus dat zijn nieuwe wielen. En in de wielen zit een sensor. Ik kan het niet zien, denk ik. Ja, daar van boven. Dus dat uitroepteken blijft branden en dat symbooltje dat hier pinkt, dat blijft pinken. Dat is omdat, ik kan het zo zien, denk ik. Dus dat symbooltje daar, onder het uitroepteken, dat blijft pinken. Dat is omdat de ontvanger die in de motor zit, kent de sensors nog niet die in de wielen zitten. Maar die moest ik sowieso nieuw kopen, want die en mijn andere wielen zijn de batterijen plat verloren, altijd contact. Dat is hetgeen dat je normaal hierop ziet. Hè. Hier krijg je normaal de bandendruk, maar nu omdat hij de sensors niet kan uitlezen. En het gebeurde nu al op mijn andere wielen dat er nu en dan een van de twee wegviel. Dus dat is omdat die batterijtjes langzaam leeglopen. En een keer dat ze leeg zijn, het is een sealed unit, je kunt die niet vervangen. Je moet echt heel die unit opnieuw kopen. Dus die kost kan ik sowieso ook. Ik kreeg enkel de schijven en de boutjes en zo dat ik eigenlijk niet echt nodig had. Die had ik kunnen overzetten van mijn andere wielen. Maar goed, ik heb ze nu toch. En voor de volledigheid ga ik ze meerekenen. Dat zou een idee moeten geven van ja, hoe goed dat de deal was van deze wielen. Maar ik ga nu terug naar huis. Of verder naar huis. Ik was op weg naar huis. Het is warm. En dat zeg ik terwijl dat vorige week 40 graden was, nu is het 20 graden of zo.